Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn vandaag bij Westkooi, John, in Wachtum. Ja. En John, ik ben hier al eerder geweest. En toen waren er drie hele mooie vijvers. De kop en aan de zijkanten. Maar er is best wel wat veranderd in een jaar tijd, moet ik zeggen. Ja, nee, er is zeker wat veranderd. Maar en nog eventjes terug te komen. We zijn in Wachtum. En dit is natuurlijk van Jaap. Hè? Die heb ik niet genoemd. Het hele Jaap mooie Maya, zeker. Ik vind altijd dat de mensen de credits moeten krijgen die ze bedienen. En terecht. En dit is het terrein van Jaap. Waar ik gebruik maak van zijn gasvrijheid en de mogelijkheden om wat te bouwen. Ja, zoals je ziet, om te beginnen gaan we zo een leuk rondje lopen en dan te laten zien. Maar om te beginnen zijn we hier druk bezig om een shopje te bouwen. En wat gaat er gebeuren in de shop? Ja, er komen wat. We hebben hier heel veel mensen die al de puur klei, het voer, de shinko komen kopen. En we willen wat lasertjes gaan geven en dat soort dingetjes. En ook als het weer slecht is, dat we de mensen goed kunnen opvangen. Dus gewoon ook in de herfst en in de winter is iedereen welkom in Wachtum? Altijd. Altijd is iedereen welkom. Meestal wel op afspraak. We hebben vaste openingstijden en voor de rest doen we het op afspraak. Maar ik ben wel benieuwd wat Jaap in zijn vijver heeft. Ja, zeker. Daar moeten we ook even naar gaan kijken natuurlijk. Ja, dit is Jaap's vijver. Die heeft hij laten bouwen door een collega dealer. En het is 80 kuub. 2 meter 20 diep, hè Jaap? 2,5 meter diep. Maar Jaap, zwaai even naar de camera natuurlijk, hè? Want 2,5 meter diep. En ja, prachtig, prachtig mooi natuurlijk. Mooi bestand. Leuk aan het opbouwen. Alleen deze vissen wil Jaap niet verkopen? Nee, Jaap wil echt zijn eigen vissen. Privé is privé. Zo is. En ik heb hem wel zover gekregen dat hij voor het eerst mee is gaan showen afgelopen jaar in Oldenzaal. En dat is hem goed bevallen. Dus ik denk dat hij in de toekomst nog wel een keertje meer gaat showen. Ja, nou lopen we verder. En dit kan je eigenlijk al zeggen, komen we op het gedeelte van Westkooi, als ik het zo mag zeggen. Het ziet er geweldig uit. Echt. Ja. Ik weet niet of de camera dadelijk echt even een goede blik in de vijver. Maar sowieso helderheid van het water. Maar met name de vitaliteit van de vissen, John, valt mij enorm op. Ja. Het zwemt er geweldig bij. Ja, ik denk ook dat wij daar hard aan werken. En dat heb ik al gezegd, de quarantaineperiode is voor ons heel belangrijk. En veiligheid. En daarvoor gaan we ook in de toekomst, of vanaf nu al, zijn we aan het werken van twee locaties. Dus alle vissen, voordat die hier komen, krijgen een goede quarantaineperiode in Vianen. Essentieel. Mensen begrijpen niet wat er meekomt uit Japan en hoeveel shit wij vaak moeten verwerken voordat het in de vijver zit. En ik vind, daar gaan wij een hele grote, belangrijke waarde hechten wij daaraan. En deze vis, deze bak, we zijn nu nog aan het opbouwen, hè, de collectie. En De bedoeling is gewoon dat hier 20 hele, hele goede vissen in komen. Waar er nu al hele goede vissen in zwemmen. Ja, echt, ik weet niet hoe dat dadelijk overkomt voor de mensen thuis. Maar als je hier live staat, dan ik kijk er echt van op. Van de vitaliteit en gewoon de kwaliteit wat er zwemt, John. Ziet er top uit. John, niet alleen jouw kameraad Mike Sneden van Yume in Japan is aan het verbouwen. Maar als ik dit zie, twee nieuwe vijvers erbij. Ja. Eten doet zien, eten doet eten. Ja, dat geloof ik. Ja, nee, dat geloof ik. Nogmaals, we willen niet veel vissen importeren. We willen alleen een beetje hoge kwaliteit gaan importeren. En nogmaals, het is heel veel op veiligheid gericht. En daarvoor heb je ruimte nodig. En daarvoor hebben wij deze twee vijvers erbij gebouwd. Hoeveel kuub is het per vijver? 30 kuub per vijver. En hoe diep is het? 1,65 meter. Ik ben voor 1,65 meter, dat heb ik van Mike altijd geleerd. Die is ervan overtuigd dat rond die 1,60, 1,70, dat daar de beste ontwikkelingen uitkomen, gezien alle leeftijden. We hebben het net even, John, over Mike. Kun jij voor de mensen thuis ook wat meer vertellen over jouw samenwerking met Mike Sneden? Ja. Is er natuurlijk al jarenlang happy? Ja, heel snel verteld, 18 jaar geleden. Naar Engeland gegaan, omdat ik daar resultaten zag die ik nergens anders zag.
hobbyisten bezocht, met het vliegtuig heen een paar keer per jaar. Ben met Mike in de achtertuin gekomen. Ja, daar zag ik dingen die ik nergens heb gezien. En daar is vriendschap uit ontstaan. En toen ben ik een aantal jaar geleden benaderd door Deshima Koi om de inkopen te gaan doen. En ik deed de juryopleiding, die ben ik toen gestopt. Ben ik de inkopen voor de Deshima gaan doen. Maar dan heb ik gezegd, daar wil ik wel met de allerbeste mee. En dat is Mike. Ja, Mike. In mijn ogen. Ja. En ja, zo is dat ontstaan. Later is Shikara ontstaan, hebben we ook samen gedaan. En nu is Westkooi, ja, we willen er nu echt uit gaan rijden. En dat betekent ook dat je in november weer naar Japan gaat voor inkopen. Ook weer samen met Mike een aantal dingen. Alles doen we met Mike samen. We doen de transporten zelf, we doen de inkopen zelf. We hebben geen tussenhandel. Het voordeel is dat Mike in Japan woont. Spreekt de taal, weet alles. Sakai, Tamaura, Takigawa zijn zijn buurmannen. Hè? Dus ja, geweldig. We weten alles te zitten. We kunnen heel snel schakelen. Als jij zegt, je zoekt iets aparts, een kohaku voor 90 centimeter met dat en dat, dan zeggen we, nou, daar boom, heeft hij je contacten. Ja. Ja. Nog het grote voordeel is dat we onze vissen kunnen laten doorgroeien bij Mike. Ja. En hij heeft ook eigen mutmonds. We kunnen ze laten in de mutmonds. We kunnen ze binnen in de betonnen bak laten doorgroeien. Ik kan vissen aanbieden van Mike zelf, die in Japan zitten, die ik niet hoef te importeren. Ik loop geen enkel risico. De vissen zitten in Japan, maar ik kan wel de hoge kwaliteit bieden aan de mensen. Geweldig. Maar goed, ja. wat je hier nu creëert, hè, we hebben de showvijver even laten zien. We hebben nu de twee nieuwe bakken. Verderop hebben we natuurlijk ook nog een prachtige vijver. Ik heb net een blik geworpen. Ja. Maar the proof of the pudding is always in the eating. Laten wij eens een paar vissen bowlen voor de nou, mensen thuis. Nou, leuk. Vind ik leuk. Dat gaan we even doen. Oh, heel mooi dit. Dat is jouw lieveling, Hans. Nou, ik heb gezegd, eigenlijk al voordat we naar show gingen. Ja. Het ijs is nog niet klaar. Ik zeg, mag de kruiken even uit? Het water van de kruiken. Fantastisch. Kan niet anders zeggen. Ja, very nice. Echt heel mooi. Zaar, hè? Ja. En goed zoomen al bij gekregen. Geweldig, geweldig. Ja, ik heb er wat mee met die vis. Ja. En wie is de kweker? Marco. Prachtig. Ja, ik vind het ook heel mooi. En ik denk, het hoofd gewoon mooi. De tekening is. Er komt maar natuurlijk nog Sumi door. Lijf was, jij hebt nog wel filmpje, hoor, nou, foto's, hè? Ja. Was heel weinig. Maar het Giro. Ja, dan is het misschien wat sneller dat we het. Echt heel mooi. Ja. Voor elkaar hebben. Het is gewoon inderdaad ook gewassen. John, zes kooi gebold en. Wat een kwaliteit, geweldig. Ja. Tansha Showa, fantastische koptekening. Kun je er wat meer over vertellen? Leeftijd, kweker. Ja, wat wij voornamelijk doen is Tossai, Nissai, hele jonge vissen kopen. En ik koop ook graag niet wat je ziet, maar wat je later wil zien. Dus echt kijken naar de ontwikkeling, wat er potentieel in zit. Bijvoorbeeld deze Sanke had bijna geen sumi. En dan selecteer je hem puur op bouw en kwaliteit. Hè? Als je kijkt naar de bovenbeleiding, ja, is gewoon grandioos de onderbeleiding. Absoluut. En dan, als je dan ook nog een keer een beetje geluk hebt, dat hier alsnog katasumi opkomt. Ja, dan ja, zit het, ja, absoluut. Ja. Dan zit het mee, hè. Maar dan zit het mee. Dat is wel wat wij selecteren. Bijvoorbeeld deze Tansu Showa, die hebben we ook geselecteerd. Er zat nagenoeg geen sumi op. En ja, zat er toen, die heb je geselecteerd als Tossai. Zat hier zat boven het voorste gedeelte zat echt bijna helemaal geen sumi. Dus jij ging er nog vanuit dat kan een Tansha Kohaku worden? Nee. Kijk, je moet ook geluk hebben. Hè? Dat is met alles in het leven. Maar het is wel zo dat wij veel vissen kopen die nog geen geheim hebben prijsgegeven. En dan krijgen ze ook, dan kun je vaak ook nog hele goede vissen voor een goede prijs kopen. Omdat de kweker hem ook nog niet heeft. En uiteindelijk is het ook altijd een kwestie van prijs-kwaliteit verhouding daarin. Dit is Nissai. Ik vind als je naar de Kohaku kijkt, wat mij opvalt is de enorme brede kop die erop zit. En dat maakt het al een imposante vis. Dit is Nissai nog steeds. Ja, geweldig. Ja, en geweldig. Het zou me niet verbazen als deze vis ver in de 80 centimeter gaat eindigen. Maar ook, je ziet ook, we leggen ook de nadruk op goede tossais. Ja. Hè? Als je kijkt, een van mijn favoriete kwekers, Tamaura, die Sankelijn van hem, ja, die is gewoon, die,
die is weergeloos. Dat nee, maar de kwaliteit spat er daar vanaf. Ja. Echt absoluut geweldige vis. Ik kom ook voornamelijk alleen in het zuiden. Dat is mijn mening. Ik vind dat ik daar voor mijn geld de betere vissen vind. En daar gaat het uiteindelijk om, hè? Ja. En Momotaro, Sakai, Tomoura, dat vertelde ik al. Daar gaan we heel veel van zien in Nederland de komende tijd. Dat zijn mijn lievelingskwekers. En vissen natuurlijk, van die Mike zelf ook verkoopt in zijn vishuis. Die kunnen we ook allemaal aanbieden. Maar ja, dit is een beetje wat je van ons in de toekomst kan verwachten. Jonge vissen met een goede toekomstpotentie, waar we zelf ook nog plezier van beleven. En gewoon een goede prijs-kwaliteitsverhouding daarbij. Dat moet altijd. En het verbaast mij iedere keer weer als ik hier kom hoe goed het erbij zit. Geweldige nieuwe ontwikkeling met het huis erachter. Twee nieuwe vijvers. Geweldig om te zien dat je actief bent. En ja. Daarnaast ook geweldig gasvrij hier. Wij gaan afronden het filmpje, want ik weet dat er een kopje soep op ons staat te wachten. Altijd wij hebben altijd honger. Ja. Dus ik zou zeggen tegen de mensen, kom langs bij Westkooi, wacht hem.